Inmiddels zitten er al een aantal grote namen achter de tralies. Onder andere Ridwan Tachi, Rico de Chileen en Naouval F. zitten vast en gaan buiten Rico die elf jaar celstraf heeft gekregen, waarschijnlijk voor de rest van hun leven de gevangenis in. De grote vraag, is er een nieuwe koning van de onderwereld opgestaan die wij als grote publiek nog niet kennen? Jos Leidekkers staat hoog op de prioriteit van de Nederlandse politie en justitie. Hij staat inmiddels op de nationale opsporingslijst en op de Europa's Most Wanted list van Europol. Maar wie is deze Bolle Jos, zoals de bijnaam van Jos Leidekkers luidt? En hoe is justitie hem op het spoor gekomen? Lange tijd lukt het Bolle Jos relatief onbekend te blijven voor het grote publiek, tot hij in het vizier komt van de politie, onder meer door de hek van de versleutelde berichtenserver Sky ECC. Daaruit zou blijken dat hij in de Antwerpse haven inderdaad mensen voor hem aan het werk heeft. Uit door de politie onderschepte chats komt naar voren hoe Bollejos daar op een vrij directe manier de touwtjes in handen heeft. Althans, de politie denkt dat hij het is die met de accountnaam L. Presidente rechtstreeks aanwijzingen geeft aan corrupte beveiligers in het Belgische havengebied. Dat blijkt uit een incident uit augustus 2020 tijdens de uithaal van 476 kilo cocaïne op de fruitkaai in Antwerpen. Een niet-corrupte beveiliger staat tijdens het uithalen van een bak in de weg, waarop ene elpressen zijn mannetje vraagt om zijn collega daar weg te lokken. Als u straks naar hem toe kan rijden en even babbelen, kijken of u hem daar weg krijgt, dan is het top. Maar als dat niet lukt, worden er andere maatregelen genomen. De havenmedewerker wordt aangevallen door de vijf uithalers. Hem wordt een plastic zak over zijn hoofd getrokken en hij krijgt serieuze klappen. Daarbij loopt hij zware verwondingen op aan zijn hoofd. Hij weet zichzelf te redden door van de kade te springen en naar de overkant te zwemmen. Naar aanleiding van deze zaak houdt justitie in Antwerpen later twintig verdachten aan, die zowel uit België als uit Nederland afkomstig zijn. Ze schrijft ook een arrestatiebevel uit voor ene Jos Leidekkers. Maar die lijkt inmiddels allang vanuit het buitenland te opereren. Hij zou vanuit Dubai zijn gewelddadige opdrachten geven. Was Jos altijd al die gevaarlijke drugsbaron? En hoe was zijn jeugd? De advocaat van onder meer de kroongetuigen in de zaak van Ridwan Taghi... heeft zijn advocatenkantoor in Breda gevestigd. Hij hoort daarom wel eens wat over Leidekkers, hoewel hij niet zijn advocaat is. Hij was tot zijn veertiende beste gemoedelijk iemand die in Breda wel kon feesten. Maar toen is er een omslag gekomen. In de regionale krant herinneren leeftijdgenoten uit Prinsenbeek zich dorpsgenoot Jos Leidekkers als een bijzondere maar zeker niet onaardige jonge man bij wie thuis grote feesten werden gegeven. Zijn vader was in Breda lange tijd de uitbater van een bekend bordeel. Tot in ieder geval het jaar 2000 staat Vader Leidekkers bij de gemeente geregistreerd als de eigenaar van Sexclub Reperbaan. Vader Leidekkers heeft zijn zaak inmiddels al zeker een decennium terugverkocht en is naar verluid gaan rentenieren in Spanje. Dan staat Bonne Jos voor het eerst in de krant en komt op het regionale nieuws. De rechtbank in Den Haag heeft dinsdag een 20-jarige man uit het Brabantse Prinsenbeek tot 6 jaar celstraf veroordeeld in verband met een schietpartij op de Gevers Dijnoodweg in Scheveningen. De aanleiding voor de schietpartij zou een ruzie om een barkruk zijn geweest. Daarbij zou de Brabander op de barkruk van het 33-jarige slachtoffer zijn gaan zitten. Daarover ontstond ruzie en heeft de dader een vuurwapen getrokken en heeft het vuur geopend op de twee broers. Het is 21 september 2017, even na 9 uur in de avond, als er 13 schoten klinken in de listraat in Spijkenissen. Het is een liquidatie. Doelwit is de 55-jarige Belg Stefan Boogaerts. Hij is volgens de Belgische politie bekend met drugsdelicten. De man, die onder meer handelt in zeecontainers in de Antwerpse haven, sterft achter het stuur van de auto die hij net geparkeerd heeft. De aanslag is onderdeel van het grote proces Eris tegen leden van de motorclub Calo Wago. blijkt neergeschoten te zijn vlak tegenover hun voormalige clubhuiscafé De Mallemolen. Uit informatie van het team criminele inlichtingen van de politie komt naar voren dat Ridwan Taghi opdracht zou hebben gegeven voor de moord op een havenmedewerker. Maar uit aanvullend politieonderzoek blijkt dat de dood van Bogaarts ook wel eens verband kan houden met de activiteiten van Bolle Jos. Hij zou in Dubai wonen en zich bezighouden met grootschalige kooktransporten, voornamelijk vanuit Brazilië. Het is politie-informatie en is nog niet officieel een verdachte. Maar het leidt er wel toe dat Jos Leidekkers voor het eerst in de publiciteit wordt genoemd. De Telegraaf schrijft dat de naam Bolle Jos al langer rondzingt in het criminele circuit. De krant noemt hem de grote mysteryman over wie nauwelijks iets bekend is. Hij wordt gezien als zeer gevaarlijk en zeer vermogend. Pas echt in de publiciteit komt Leidekkers als hij door de politie in verband wordt gebracht met de vermissing van Naima Chilal in oktober 2019. Dat gebeurt in een uitzending van Opsporing Verzocht over de verdwijning van deze Chilal. Zij is bij haar huis in de Amsterdamse Gustaf Malelaan op zondagavond 20 oktober in een Volkswagen Polo gestapt met valse kentekenplaten en daarna nooit meer gezien. Bolle Jos wordt door de politie gezien als vermoedelijk betrokken bij de verdwijning van tante Naima Djilal. De politie kreeg naar aanleiding van de uitzending van Opsporing verzocht zes tips binnen. Ook krijgt ze een aanknopingspunt als de bewuste Volkswagen Polo waarin zij is meegenomen ineens opduikt in een Belgisch drugsonderzoek naar het Luikse kopstuk Dries L. Zijn bende zou opdrachten aannemen van Bolle Jos. Maar ook de Luikse verdachten zwijgen in deze zaak. De politie vermoedt dat Naima Chill slachtoffer is geworden van een criminele afrekening. Ze zou ter verantwoording zijn geroepen voor een mislukte cocaïnedeal. Uiteindelijk worden in een loods aan de Haifa straat in de Antwerpse haven kledingstukken en een handtas van Naima gevonden. Haar lichaam is tot op de dag van vandaag niet gevonden. Bolle Jos wordt door de politie genoemd als mogelijk betrokken bij de verdwijning van Naima Jalal. Nadat Ridwan Tahi in Dubai wordt gearresteerd, vinden ze ook telefoons waarop foto's van een overleden Jillel zouden te zien zijn. Volgens het parool is op een van de foto's een naakte vrouw te zien die met tape is vastgebonden aan een stoel. Op een andere foto zou de buik van de vrouw te zien zijn met daarop waarschijnlijk een afgeknipte vinger en een teen. En op een derde foto ligt de vrouw naakt op haar buik op de grond. Uit de metadata van de foto's kon de politie achterhalen dat de foto's in de nacht van 20 op 21 oktober 2019 zijn gemaakt. Jalal raakte op 20 oktober van dat jaar vermist. Volgens de krant was al langer duidelijk dat er foto's in de criminele wereld rondgaan van een dode Jalal. Die zouden erg schokkend zijn omdat er afgehakte ledematen op te zien zijn. Hoe groot bolle Jos inmiddels moet zijn geworden als kookbaron blijkt als de politie hem met stip opeenzet in de nationale opsporingslijst in mei 2022. Hij wordt dan ook in de EU Most Want het lijst opgenomen. Er wordt 75.000 euro tipgeld uitgeloofd voor de tip die leidt tot zijn aanhouding. De jacht op hem is vooral geopend vanwege zijn vermeende aandeel in grootschalige cocaïnehandel. Uiteindelijk wordt dit tipgeld verhoogd naar 200.000 euro. Inmiddels zijn er onlangs nog invallen geweest in woningen en een kantoor van de familie van Bolle Jos in Breda, Prinsenbeek en Rotterdam. Zijn moeder en zus zijn aangehouden op verdenking van witwassen. Volgens het OM hebben ze dure sieraden, tassen en kleding van Jos aangenomen waarvan ze konden weten dat die met drugsgeld waren betaald. Bij de huiszoekingen is beslag gelegd op dure horloges en andere sieraden, tienduizenden euro's, Turkse lira's, Zwitserse fransen en valuta uit de Verenigde Arabische Emiraten. De politie heeft in de panden ook beslag gelegd op telefoons, USB bestiks computers en foto's waarop informatie kan staan over waar Bollejo zich verschuilt. Daarnaast wordt oud-minister van Justitie Vert Grapperhaus al enige tijd ernstig bedreigd vanuit de onderwereld. Ditzelfde geldt voor Vincent van Quickenborne, de Belgische minister van Justitie. Volgens politie zou dit komen omdat Grapperhaus naar Turkije was afgereisd om te praten over de arrestatie van Bolle Jos. De Belgische bedreiging zou afkomstig zijn van Flor Bressers, maar die ontkent via zijn advocaat met Klemmer iets mee te maken te hebben. Volgens Europese politiefunctionarissen, die omwille van diplomatieke gevoeligheden anoniem met VICE World News spraken, is het probleem met het Turkse staatsburgerschapprogramma veel groter dan wij denken. Drie Europese politiefunctionarissen noemden hetzelfde voorbeeld van een andere drugsmokkelaar die gebruik maakt van het Turkse staatsburgerschapprogramma, Jos Leidekkers, door zijn grote formaat ook wel bekend als bolle Jos. Hoe werkt dit programma? Je kunt je aanmelden voor het Turkse staatsburgerschapprogramma als je een onroerend goed koopt met een waarde van 400.000 dollar. Je kunt ook 500.000 dollar storten op een Turkse bank. Daarna kan je de Turkse nationaliteit aanvragen. Waarom zouden criminelen dit graag willen? Een hele simpele reden. Turkije levert geen staatsburgers uit. Erg gunstig voor Jos Leidekkers. De grote vraag blijft: gaat bolle Jos ooit in een Nederlandse gevangenis terechtkomen? Wat denk jij?